Dit is een heerlijk rijk lunchgerecht of een mooi voorgerechtje. Super makkelijk te maken. Je begint eerst met het mengen van de crème fraîche samen met de bieslook en limoensap. Dat roer je goed door elkaar heen. Dan gaat de limoensap bij dus. Vervolgens doe je er een theelepel mosterd door. Dat meng je weer goed door elkaar heen. Dan gaat de zalmreepjes bij. Dan snij je avocado in helft en haal je de pit eruit. Schep je een beetje van het vruchtvlees uit, zodat er meer vulling in kan. En vervolgens vul je dat dus met de crème fraîche en zalmmengsel. Sprenkel eerst de avocado's een beetje in met limoensap, dat voorkomt dat ze gaan verkleuren. En vervolgens leg je daar een gepocheerd kwartel eitje op. Dat hoeft niet, is wel erg lekker. Snij hem dan open en je ziet dat hij prima mooi zacht is van binnen. Eet smakelijk!